en je kijkt er naar uit voor het laatste nieuws en het weer, de programma's en meer. Je eigen station. Is Kermis TV. Dagelijks nieuws en sfeerbeelden in uw huiskamer. 'S Middags van 12 tot 2 uur en van 5 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Velen van u zullen het kermisterrein bereiken per auto of per fiets. Maar wist u dat er ook speciale pendelbussen rijden? Aan de rand van de stad zijn twee zogenaamde satellietparkeerplaatsen ingericht. Deze zijn te vinden aan de zuidzijde bij de Hogeschool Katholieke Leergangen en aan de noordzijde bij de Zevenheuvelenweg. U parkeert uw auto gratis op een van de twee satellietparkeerplaatsen en de bus vervoert u dan gratis naar het kermisterrein. Lijkt dit initiatief niet echt aan te slaan bij het grote publiek. De bussen die de passagiers van het parkeerterrein naar de kermis toe brengen, zijn nagenoeg leeg. Ongetwijfeld is het initiatief van de gemeente goed bedoeld. De uitwerking valt echter nog een beetje tegen. Mensen zie je genoeg op de Tilburgse kermis. Maar als je wat verder kijkt, dan zul je merken dat er ook veel dieren op de kermis te vinden zijn. Het begint al op de nostalgische kermis. Daar vonden we dit schattige muizendorpje. Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Toch wilden we wat meer spanning, dus liepen wij eens binnen bij Jungle Life. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar normaal gesproken is dit een parkeergarage. Deze dagen is Reptielenhuis de Oliemeulen hier te vinden met een heuse jungle. Je kunt hier niet alleen naar reptielen kijken, maar ze ook even vasthouden. Tenminste, als je durft. Genoeg enge levende dieren voor nu. Even bijkomen, dus op naar de viskraam voor een paling of een haring.
tijd voor wat meer actie. Een ritje op de pony leek ons wel wat. Helaas zijn wij zelf iets te lang, dus hebben we het ponyrijden toch maar aan anderen overgelaten. Je hebt grote dieren, maar ook kleinere dieren, zoals tal van honden die door de kermisbezoekers werden meegenomen. Hoewel ook de kermisexploitanten hebben hun trouwe viervoeter het liefst zo dicht mogelijk bij hun, zo getuigen deze beelden. En als je nog een beetje verder kijkt, dan kom je de dieren niet alleen in levende lijven tegen, maar ook op tal van attracties, zoals hier. En hier. En hier. En hier. En hier. En hier. Hij is erg enthousiast, hè? Ja, dat zeker. Ja. Dan zie je een van de kinderen en dan moet hij weer weg. Hier. Er zijn er ook tal van andere dieren op de kermis. Hoe reageert hij daarop? Ja, wel goed. Heel rustig. Daar is hij niet zo wild mee. Zou je zo niet zeggen, hè? Nee. Al met al hebben we kunnen concluderen dat het een beestachtige boel is op de kermis. Ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Ja, het was hartstikke leuk. Oh, echt wel, alles scheurde uit en in. Ik ben daar weer. Wat voor jongens, allemaal aan. Ik schrik mijn eigen dood, zei je het. Ja, zeker. Ik loop jou al heel de middag over heel de kermis te zoeken. En daar ziet er zo uit. Hoezo zo uit? Iedereen die loopt er allemaal zo aardig rond. Straatschandaal. Hoezo straatschandaal? Nou, dat gaat niet over straat. Ach, moeder hoeft toch helemaal niet te schuiven. Kom nou toch eens hier. Kijk me nou eens aan. Ik kreeg een kaart en een hartwip van jou. Een hartwip? Hoezo een hartwip? Je zit toch recht op? Wat doe ik het toch allemaal, jongen? Wat doe ik het toch? Je bent gewoon 2 dagen te vroeg. Je zou in een donderdag pas komen. Ik had gedroomd. Ik zag Pietje een dood. Ik denk, ik ga op het terrasje zitten, maar ik ben helemaal zenuwachtig van jou geworden. Hoezo zenuwachtig? Hoe ga je eruit ziet? Ach, ik schaam me nergens voor, helemaal niet. De meesten liggen toch helemaal in de scheur van het lagen. En ik heb gelagen? Nou, dan, ik kom maar wel. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een donderdag met 2 naar het spookhuis. Ze kunnen die een dood vergeten. Hoor, oh, Veekluk, maak me jou naar de kermis dan, jongen. Jij mag met mij naar de kermis. Dan wil ik een leksteel. En ik wil oliebollen. Oh, jij wil spelen. Jij wil vust de veulen. Je bedenkt het allemaal maar. En dan wil ik nog een herring. En dan wil ik nog balling. En nog een suikerspin. En Jos! Jos! Joske! Waar is die jongen nou toch? Doet je me heb ik ooit gezien waar hij mij allemaal aan doet? En hij gaat hier dan ook. Ik heb ook helemaal niks aan. Ook niet aan die jongen. Ja.
Kijk, en dan sta ik hier naam met de eigenaar van de boekenier en des Lex. Goedemiddag. Lex, goedemiddag. Goedemiddag, Jos. Hoe gaat het met jou? Je hebt een gezellig kotje hier, hè, de boekenier. Dat is hartstikke tof. Ja, Jos, we doen ons best. Hè. En tot nu toe is het allemaal perfect gegaan. Roze maandag, super druk, hartstikke leuk. We proberen het kwalitatief wat hoger te houden in het gezelligste straatje van Tilburg. Dus, ja, maar ik heb het gehoord. Hè, wat ze zeiden, er is geen vriendelijke café. Er kunnen zo naar binnen lopen, ze kijken nog niet buiten. Absoluut niet. Ja, dat kan niet missen, hè, met deze mooie zaken hier naast me. En daar moeten we hartstikke leuk op inspringen. En met de samenwerking gaat het perfect. Ja, dat geloof ik ook wel, want het is een gezellig strotje. Hey, maar de boekenier, dat betekent niet enkel maar dat je daarvoor kunt komen. Je kunt ook op bedrijfsfeest en alles hier organiseren. Absoluut, studentenfeestjes. Nou, we zijn voor ieder publiek hartstikke toegankelijk. En we proberen gewoon een hele leuke, laagdrempelige sfeer op te bouwen. Dus dat gaat perfect. En voor iedereen toegankelijk natuurlijk, hè, want je hebt hier wel eens vissen gehad, vrijgezellenvissen, doen ze hier ook wel eens zo? Ja, als het niet te gek wordt, dan doen we daar ook gewoon aan mee. Studentenfeestjes, vrijgezellenfeestjes, bedrijfsborrels, noem maar op, alles. En zaterdag en de weekenden gaan we gewoon los. Dus... Zaterdag en de weekenden helemaal los. En het het allemaal een beetje vol kunnen houden met die roze mannen en die eerste kermisdag. Het is wel ontzettend heet, hè? Ja, het is warm, maar het is ook supergoed geweest. Hè. Het is s'avonds vooral heel gezellig, hè. Na een uur of 10. Dus nog één weekendje flinker tegenaan en dan een paar dagen uitrusten en dan zijn we weer helemaal bij de mensen. Ja, zeker te weten. Maar s'avonds is het ook hier stampvol en die meesten die barsten van de dorst natuurlijk, hè. Want daar gaat het om, hè. Het is vochtig weer. Het is vochtig weer, echt waar. Zowel extern als intern. Maar dat maakt niet uit. Jij hebt hier hoe vaast klanten, doe jij er ook iets voor organiseren of zo? Nou, we hebben regelmatig uitstapjes naar bierbrouwerijen, zeevissen, je kent het wel. Hè? Het is het geëikte werk en mensen zijn zelf heel enthousiast, die organiseren zelf een loop en ondersteunen we. We gaan nu binnenkort met Willem II naar de Champions League uitwedstrijd. Dus, dus ook nog een voetbalfan hoor. Ja, absoluut voetbalfan. Hè? Als Willem II dan een keer hoog scoort, dan gaan we met een mannetje er 50 naartoe. Hè? En met carnaval, ze zat als een knijn, bleren op dat concours natuurlijk, hè. Ook daar doen we weer aan mee met de vrijbuiters, buitenbeentjes, volle bal, 100% scoren. Dus het is hier één grote viszaal, echt waar de boekeniermeester daar moeten zijn. Des lage gieren brullen, ze zijn openhartig, ze ontvangen iedereen mee open armen. Carnavalsverenigingen, ze doen hier van alles, dus als je ergens alleen voelt, komen. Ook met tweeën of drieën, dat maakt niet uit. Lex. Hele prettige kermis nog de laatste paar dagen. En we gaan jij ook. Ervoor, hè? Dankjewel. En wij gaan ervoor, okay. Zeker te weten. Hey, houdoe, hè. Nou, Lex van een boekenier, echt waar. Hartstikke gezellige tent. Dan moeten we gaan zuipen, meesten. Je weet nooit weg je er tegenkomt. Nou, kijk nou toch eens hier, zeg. Hoe gaat die mevrouw?
Gaat hij goed? Niet zo goed hoor. Kijk, hij heeft zijn hartstikke pijn gedaan. Oh, wat heb jij nou gedaan? Zijn jij in de suiskiep geweest? Moet je niet huilen, hè? Oh, germ. Maar heb het hier naar uw zin bij de boekenier? Hartstikke leuk is het hier. Echt? Ja, dat is gezellig vertoeven achter het kerkje, hè? Hartstikke leuk. Je kunt nou niks beter zitten. Echt? Veel plezier met die kermis. En germ, ach, menneke, toch, wat doen ze toch allemaal mee, hoe? Hè? Oh, germ. Nee, dat is niet leuk. Als je uit een draaimeulen valt, dan valt hij niet mee. Echt waar, niet. Germ. Och, germ. Het sensorium is geen simulator. U wordt niet bewogen. U blijft gewoon staan. De modernste theatertechniek maakt dat het een zeer fascinerende show wordt. In een reis door het verleden, het heden en de toekomst wordt hier een verhaal verteld. En alles wat u ziet, beleeft u mee. Overtuig uzelf. Vraagt u onze gasten die het theater verlaten hebben hoe het hun bevallen is. En u zal de volgende zijn die ons theater bezoekt. Kom naar het sensorium op het Koningsplein. Winnaar in de categorie kijkattractie. Voor mensen die het niet weten, Friends, daar zitten hier op de spoorlaan.
En er zit daar op de hoek, daar zijn die vlaggen voor de G-Liberty, weet je wel. Dan gaan we eens even kijken of ze er allemaal zijn. Het is een hartstikke schone discotheek daar binnen. En dan kunnen s'nachts tot in de uurtjes kunnen daar deurdansen. Hartstikke fijn, ze hebben daar al een bord buiten staan met de evenementen die daar allemaal plaatsvinden. Want dat is het herkenningspunt van Friends natuurlijk, waarmee ze weten wat daar te doen is. Kom even mee naar binnen, dan zullen we eens kijken hoe het eruit uitziet. Daar gaat hij dan. Aangekomen bij de Galerapen, dan zijn we hier bij Friends. Een schone toko, hartstikke groot. Leuke dansvloer, podium voor optredens. Ik voel me eigen al thuis dat ik hier binnen zei. Daar gaat hij dan. Goedenavond, mijn naam is Jos. Hallo, Paul. Dag Paul. Hallo, mijn naam is Jos. Hallo, ik ben Jeroen. Je hebt een schone toko hier, hè? Ik zit hier nou aan de bar met Brian. En Brian die vertegenwoordigt G-Café Friends. Wat voor soort tent is deze? Dan draaien ze hier Hollandse muziek, doen ze de klompendaans of zo? Of? Nee, we doen hier eigenlijk van alles. In het weekend hebben we voor de jongeren, zeg maar, vanaf 18 tot en met de 30, dus komen ook ouder en jonger. Doen een beetje house draaien ook. We draaien allerlei soorten muziek. Dus voor iedereen is er wat wils. Maar het is hier een grote toko, hè? Daar kunnen veel mensen in. Hoeveel mensen kunnen hier nou in de Friends? Ik denk 250 zeker wel. Zo. 250 mensen. En aan drank en zo is alles te verkrijgen natuurlijk. Weg niet op kunt noemen, dat kunnen jullie allemaal schenken. Ja. Maar de Friends heeft ook een beetje een apartere uitstraling dan andere homozaken. Want het is een beetje, laat maar zeggen, meer discotheekachtig. Het is niet meer een bar, hè? Ja, het zit eerder tussen een discotheek en een bar in. Kijk, als het publiek er komt iets later als in een café. En als ze er komen, dan is het ook gewoon echt één groot feest. De hele avond door wordt er gedanst. En mensen voelen ook meer als een discotheek hier, als een café. Maar we zijn en blijven een café wel. Ze zijn en blijven een café, maar op donderdagavond, dan hebben jullie gay studentenavond. Ja. Dat is voor de jongeren en ja, dat is wel heel leuk, want donderdag is en blijft studentenavond in de hele stad. En dacht ik van, speel een beetje op in en dan maak ik een gay studentenavond van hier. Hey, bedankt Brian en een hele fijne kermis, jongen. Hartstikke bedankt, jullie ook nog een fijne kermis. Gerig dan, houdoe. Nou, dat is toch gezellig, ik ga hier vanavond op stap. We al mijn spatoiers losgooien, we moeten maar eens kijken. Bij Café Friends, ongelooflijk. Schoon geil, stoeltjes buiten. En dan ga ik na naar het station. We zijn vandaag op het Koningsplein. En we gaan weer op zoek naar een nieuwe attractie van de dag. Op het Koningsplein staan onder meer het Sensorium, Adventure Ride en natuurlijk net als vorig jaar de Crazy Mouse. Een van deze drie attracties wordt de attractie van de dag. Ik ga eerst op zoek weer naar mijn medepassagier. Loopt u even met me mee? En dan kom jij eens voorbij en keert mijn wereld ondersteboven. Ik kan het nog steeds niet. Ik denk dat het vandaag op zoek is naar een klein kindje. Dat is leuk, we hebben eigenlijk alle leeftijden al gehad. Maar nu ga ik echt voor de jeugd. Kom maar mee. Ik heb hier een jongen gevonden. We gaan het gewoon even proberen. Ben jij aan het gokken? Ja. Niks gewonnen? Nee. Kom eens even bij mij. Kom eens even bij mij. Kom eens. Laat jij maar even staan. Jij kent ons programma denk ik wel, de attractie van de dag. Wil jij met mij vandaag in de attractie? Ja. We gaan hier op het Koningsplein. Je ziet deze. Het kan ook zijn dus dat Crazy Mouse wordt, of het Sensorium, of Adventure Ride. Maakt jou allemaal niet uit. De Crazy Mouse. Crazy Mouse? Ja. Oké, jongens, normaal gesproken staat hij eigenlijk altijd van tevoren vast, maar deze jongeman wil in de Crazy Mouse. Dus, wat is de attractie van de dag?
De Crazy Mouse. En dat doe ik samen met, wat is jouw naam? Bram. Dat doe ik samen met Bram. Kom, we gaan naar de Crazy Mouse. Nou Bram, je staat hier de Crazy Mouse. Ben je hier alleen geweest? Ja. Oh, dus dat is helemaal niet eng? Nee. De Crazy Mouse. Wat, gaat hier hard? Nou, best wel. Oh. Maar we gaan het toch gewoon proberen. Ja. We hopen dat we niet ziek worden. Nee, want hij draait ook rondjes. Oh. Hey Bram, jij zit natuurlijk nog op school. Je hebt nou lekker vakantie. Ja. Ga je iedere dag naar de kermis? Nou, bijna wel. Ik ga met papa ook nog wel een keertje. Ja, en met mama naar de kermis en met iedereen naar de kermis dus. Ja. En je bent al in heel veel dingetjes in geweest? Ja. En had je zelf ook gespaard? Of krijg je allemaal van papa en mama, opa, oma? Ja. Allemaal van hun krijgen? Ja. En had je zelf ook een beetje gespaard? Ja, een klein beetje. Ja. Oké, we gaan het doen, denk ik. Kom, we gaan. Ja. Dankjewel. Hey, we hebben kaarsjes, mam. We gaan, kom. Ja. Hou jij even kaarsjes vast hier? Ja. We hebben kaarsjes vast. Kom, kaarsjes. Zo Bram, daar gaan we. Woon jij in Tilburg, Bram? Nee. Waar dan? In Udenau. Oh, is toch gemeente Tilburg? Hè? Is toch gemeente Tilburg? Is het leuk wonen? Ja. Ja? Nou, we gaan. Dit was helemaal toppie, hè? Ja. Ja, zegt hij. Daar komt iets uit. Je wil nog een keer. Ja, ik wil nog een keertje. Het is niet te geloven, jongens. Hij wil nog een keer. Moet ik nog een keer met jou mee dan? Oké. We gaan nog een keer. Kom, we gaan rennen naar de ingang. Kom, Bram, dan gaan we. Twee keer in geweest. Dit was het helemaal, hè? Ja. Een echte attractie van de dag. Ja. Ja? Wat ga je nu doen? Met mama misschien nog ergens doen. Wat zeg je? Misschien met mama nog ergens. Met mama nog ergens. Gaan doen. Oké. Hey Bram, ik vond het heel top dat jij mijn gast van vandaag wilde zijn in de attractie van de dag. Shake hands. Five high. Yes. Dit was Bram in de attractie van de dag op Koningsplein in de Crazy Mouse. Morgen is er weer een nieuwe attractie van de dag en dan bent u mijn gast. Tot morgen.
Hey, Han, best lang geleden. Oh. Wat is met jou? Hoe is het met jou? Ja, mijn man is goed. Dat is lang geleden, hè? Ja, de laatste keer is Sorum Linos, hè? Ja, dan kom ik niet meer, hoor. Kom jij daar niet meer? Meer. Ik ga naar een Roosos. Ach, je gaat naar een Roosos. Daar is toch warm, hè? Oh, heerlijk. En heet, hoor. Heet, hè? De mussen gewoon van dak afflikken. En ook de mensen. En ook de mensen. Hé, ja. Jij op de kermis, het is kei druk hier, nou. Ja, nou valt het wel een beetje mee, hè? Gisteren was niks, hè? Niet om door te komen, hè? Allemaal die drempeltjes, en die mensen, al meteen kuitjes rijden, al meteen kontjes aan duwen. Moet er ook door, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Hé, weten we wat wij gaan doen? Wij gaan water spuiten. Wie spuit wie? Nou, dat zien we direct wel, maar weten we het is, hè? Veel attracties kunnen jij niet in, maar door. Ja, ik wil wel spuiten. Ik vind het wel leuk om een keer te spuiten. Ja, tuurlijk, ja. Maar weten we het is, hè? Dat is lager, dat is lager. Dan heb de godse lal mee en dan maar voor een paar centen. Ja. Ga er mee? Kan hij zo ook rijden? Omlaag. Oh ja, eerst. Ga weer een gemak ding, zeg. Fijn, hè? Nou, kom op. Ga. Oh ja, erin. Zo. Nou, draai het er maar op. Doe het niet. Hoezo doet je het niet? Doe het niet. Eens kijken. Nee, hij doet het niet. Nee. Ik zal eens even kijken, hè. Of hij het doet, hè. Zou het doen? Ben ik de geit later? Nee, echt niet, hoor. Oh, dat is toch niet normaal? Heel mijn haar aangesteld. Dat gaat toch niet? Heel mijn haar zit aangesteld. Kun jij niet blazen? Blaas eens even. Nou, dat ziet er niet uit. Ja. Hartstikke leuk. Spuiten. Spuiten alles maar op. Mag je het, man? Het is toch weer. Spuiten als je kunt. Huh? Kijk, dat. Nou, nou. Ga nou eens een keer kijken dat er veel in zit. Nee, kijk niet meer. Volgens mij komt er genoeg uit. Dat is wel ik ga bij die andere proberen. Dan gaan we samen spuiten. Ja, dat is gewoon samen. Hé? Eens even kijken. Huppakee. Dan gaat hij daar al lagen. Rot. Des lagen. Je moet hem daar op. Daar. Des lagen zeg. Oh. Huppatee. Ik weet niet waar ik op moet spuiten. Dan ben ik het toch een lelijk manneken, hè? Hoezo? Dan loop ik helemaal uit. Maar ik had erop nagedacht. Kijk, ik heb het al aan doen. Ongelooflijk, zeggen we. Nou, dan doen wij niet meer al mee. Laat maar hangen. Weet je wat we gaan doen? We gaan weer drinken. Ja, doe dat. Komt dat. Dat kan. Wij gaan weer drinken. En een bak koffie, dat is toch gezellig. Dat we een beetje bij kunnen kleppen en zo. Hè? Dat doen wij. Hou vast, met. Hou mijn Delos blauw tasken. Ik hou jouw tasken wel. Ga maar mee. Zet hem in de zaak. Dat is goed. Plus. Helemaal naar binnen draaien. Kom maar mee. Kom maar mee. We treffen de familie Mutsers aan voor de paleisring, de biertent. En we gaan eens even een praatje met hem maken. Meneer Mutsers, u bent voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Horecabond, afdeling Tilburg. We staan hier voor de biertent. Wat is de bedoeling van deze biertent eigenlijk op de kermis? De biertent is opgezet door een vijftal Tilburgse horecaondernemers die gezamenlijk alle dagen een theaterprogramma presenteren met live artiesten, optredens en disco muziek op de achtergrond. Alle dagen van de kermis. En dat is een verzamelpunt geworden door de loop van 5 jaar en dat is een heel goede toevoeging
van een gezamenlijk project voor de horeca van Tilburg. Ja, je zou dus in eerste instantie denken, het is de concurrentie van de horeca, maar het is eigenlijk een samenwerking van de horeca. Het is een samenwerking van de horeca van een aantal ondernemers. En dat is dan geen toevoeging. Het is wel een toevoeging aan de kermis. Maar blijven natuurlijk Tilburgs collega's die dan een eigen initiatief ontplooien. En dus de stuk omzet van de kermis genereren natuurlijk. Nou noemen wij dat allemaal een biertent. Is het niet passender om het gewoon feesttent te noemen? Ja, het zou een feesttent kunnen zijn, maar daarvoor... Er gebeurt heel veel in deze tent, hè? In deze tent gebeurt heel veel. Er wordt ook heel veel bier gedronken. Dus vandaar dat die naam biertent ontstaan is. Maar het theaterprogramma Live Artiesten, wat erbij zit, is natuurlijk doorslaggevend om die mensen te trekken. Maar goed, wij treffen u nu aan op de kermis, samen met uw vrouw en uw zoon. Bent u echt een kermisliefhebber? Ja, want ik ben een echte Tilburgse. En hoe zit dat voor jou? Ja, ook. Nou, met een paplepel erin gegoten natuurlijk. Ja, moet ook. Zijn jullie vandaag gewoon op de route voor de kermis? Ja, wij moeten paling gaan kopen voor oma. Ja, dat is traditie in Tilburg, hè? Maar gaat u zelf ook nog meedoen aan de kermis? Gaat u in een attractie? Misschien, maar dat weet ik niet. We zullen eerst eens kijken wat het allemaal is. Ja. En hoe zit het voor jou? Attractie ben ik niet zo fan van om over de kop te gaan en zo. Maar gokautomaten en zo, spelletjes met blikken gooien en zo, dat vind ik wel leuk. Ja. En meneer Mutsaars, u als de bekende Tilburger, hoe zit het dan met u met de kermis? Gaat u ergens in? Laat u zich nog ergens zien? Nou, ik ga de botsauto's en zo, dat vind ik altijd wel leuk. Ja? En ik ga hier en daar wel ergens in, maar niet meer die grote apparaten. Zo, dat ben ik niet heel lief. Maar ik vind de sfeer en de sociale ontmoetingsplaats van de kermis. Mensen zien die je jaren niet meer gezien hebt. Tilburgers die terugkomen van vakantie om dagen bij de kermis mee te pikken. Om vooral het sociale verhaal op te nemen. En dat speelt zich toch af in op de terrassen, op de horeca en terreinen waar die zijn. En dat is het mooie van de kermis, denk ik. Waar gaat u nou naartoe? Nou gaat u verder op de kermis en waar gaat u het eerst bekijken? Of waar gaat u het eerst in? Nou, we lopen over de kermis tot we een leuk terrasje zien. Ja? Dan gaan we daar weer even zitten. Dan gaan we palen halen voor oma. Ja? En dan, dan kijken we wel hoe het allemaal loopt. En wie we tegenkomen, dat is ook belangrijk. Het is ook een beetje traditie, hè, mevrouw. Paling eten met de familie tijdens de kermis. Hè? Want u gaat paling halen voor uw moeder. Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat verder? Hoe heeft u paling en dan? Ja, dan gaan we langs oma en die geven de paling en dan gaan we naar huis. En dan zullen we zelf denk ik ook nog wel iets eten. Ja. Wat heeft die paling eigenlijk te betekenen op de kermis? Want het is ook een traditie, hè? Ja, vroeger was paling, grote paling, was een delicatesse natuurlijk op de kermis. En, ja, maar wij Brabanders zijn geen echte viseters, hè? Nee, maar dan een keer per jaar en dan paling is op zich niet zo'n... is toch best behoorlijk prijzig. Dus het is natuurlijk toch een heerlijke delicatesse. En dan met de kermis en dame veel gegeten. En dat werd ook bij mijn thuisvoer. We maakten mijn moeder altijd haring in. Dat ze zelf in het zoetzuur leggen. En dan kwamen in de Koningsstraat. Die mensen liepen allemaal tussen Piersplein en Wilmersplein op en neer. Ja, en die kwamen dan haring eten en praten. En dat was gewoon een sociaal leven. Dat zit in het bloed. Ik wens jullie allemaal eet smakelijk straks en nog heel veel plezier vandaag op de kermis. Dankjewel. Tot ziens. En jullie ook veel plezier. Ik heb nu echt een nieuwe auto nodig. Maar ja, geld. Dan moet je Telgeld bellen. Ja, die hebben mij ook fantastisch geholpen toen ik een nieuwe keuken wilde. Die rekenen precies uit hoeveel je kunt lenen en wat het kost. Hey, wacht even. Bel ze even. Je hebt het nummer. Goedemiddag, u spreekt met Telgeld. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ja, hallo met Martine de Wit. Ik zou graag geld willen lenen voor een nieuwe auto, maar ik weet niet hoeveel ik kan lenen. Als u wilt, kan ik dat voor u uitrekenen. Ja, graag. Dan zou ik graag wat gegevens van u willen noteren. Wat is uw inkomen? Bel voor informatie 013-464-7464. Telgeld. Prettig geregeld. Stop met roken. Samen met de ProStop lasermethode. Na één behandeling bent u voorgoed verlost van die afschuwelijke sigaret. Lichamelijk en geestelijk. Bel 0900 202 3322. ProStop in Bokstel.
0900 202 3322. Dames, opgelet! Zoekt u iets leuks of speciaals op het gebied van moderne dameskleding, gelegenheidskleding of sfeervolle chique avondkleding? Kom dan eens kijken bij Madonna Mode. U slaagt bij Madonna Mode altijd door de ruime collectie en de betaalbare prijzen. Madonna Mode, gevestigd aan de Trouwlaan 197 in Tilburg-Zuid, vlakbij Mevio Schoenen. Nu opruiming tot en met 31 juli. 20-40% korting. Welkom bij Hovers Meubelen, waar kwaliteit, goede service en een persoonlijk advies al meer dan 70 jaar voorop staan. Hovers Meubelen biedt u een ruime keuze uit sfeervolle meubelen, waaronder een grote collectie comfortabele voor thuis. Ook voor de totale inrichting van uw woning gaat u naar Hovers Meubelen, zodat uw uiteindelijke keuze precies aansluit bij uw persoonlijke smaak. Graag tot ziens bij Hovers Meubelen in de Hoefstraat 236 in Tilburg. Auto of motor huren, dan moet het toch zeker bij Hertz zijn. Van een kleine auto tot een grote luxe Mercedes. Maar ook voor vracht- en personenbusjes tot ruim 9 personen. Voor het huren van motoren kunt u ook bij ons terecht. Van zware tot lichte choppers, toeren, sportmotoren. Dankzij de internationale 24 uur breakdown service bent u bij ons altijd verzekerd van zorgeloos rijden. Ook bestaat de mogelijkheid om uw auto gratis bij een andere hertvestiging, bijvoorbeeld Schiphol, achter te laten. Kom langs en vraag naar onze aantrekkelijke tarieven, ook voor feest- of vakantiedagen. Hertz Auto en Motor. Ik heb hier net even mijn John staan. Zijn vriend Kees die is na hun verjaardag, want je verplichtingen die hebben natuurlijk ook. Hè. Goeiedag John, hoe gaat hier ermee? Heel goed, heel goed. Dat is een drukke week, gaat het allemaal nog net wel. We rennen het nog net. Laatste loodjes en ja, de voetjes waren een beetje mug. De voet, ja, dat is wel, dat kun je wel nadenken. Als een drukke roze maandag hè, met al die suiskiepen hier in de straat, dat is toch ongelooflijk. Ja, dat was een hele ervaring voor mijn eigen. De eerste keer, ik zit er sinds 2 april in. Normaal heb ik het meegemaakt van de kant voor de bar en nu maakt het mee achter de bar. Ja, het is een hele ervaring. Het is best wel leuk. Het is gigantisch geweest, echt waar. Ja, je zit er pas net een half jaar in, vanaf 1 april ja. Heb ik gehoord. En ja. Het loopt als een treintje, hè? Het loopt als een trein, ja. Daar ben ik heel blij om. We zijn van oorsprong zijn we een homocafé geweest. Maar we hebben de oude klanten van Dolly mee overgenomen. En er zijn allemaal gemengd publiek. Het is gewoon hartstikke gezellig. En nieuwe klanten komen erbij. Een beetje uit België, uit Duitsland. Het is hartstikke leuk. Ja, want als ik hier dan voorbij loop, dan heb je Nederlandstalige muziek. Je hebt ook weer disco. Jullie draait eigenlijk van alles, hè? Voor ieder bij wils. Ja, we zijn van plan om voor iedereen te draaien wat ze zin in hebben. Behalve rap en house en zo. Maar voor de rest hebben we bijna alle platen in huis die erop staan. Dus dat is wel leuk. En jullie doen zelf ook optreden in de zaak zelf? Ja, we zijn een travestigroep. We doen met 4 man travesti. En dat gaat hartstikke leuk. En dat doen we regelmatig organiseren. En ja, de straat doen we het een en het ander organiseren. Ja, want het is ongelooflijk, deze stad huisstrotje, dat is maar een klein strotje. Maar jullie organiseert zo'n roze maandag allemaal met heel die horecaondernemers samen, hè? Ja, we zijn van plan om het straatje van Tilburg te worden. Alles gezamenlijk te organiseren, de roze maandag, evenementen straks met de wijnfeesten, eventueel met... Oktober is er een of andere jazzmeeting dat we georganiseerd hebben. We proberen echt het stratje van Tilburg te worden. En dan met z'n allen lukt dat best wel, met z'n allen de schouder eronder. Ja, zeker weten. En vooral dat die een oude kerk hier in Effen staan, meesten. Geluidsoverlast hebben ze niet, want dat slaat dood. He? En ze kunnen hier gewoon een bar tegen de kerk al zetten. Daar heeft die pastoor helemaal geen erg in. He? Nee, de pastoor heeft er geen erg in. Alleen van de week met boren van de non-drips aan de muur was je een beetje... ja. Maar dat hebben we opgelost, we hebben een pilsje gegeven en het was weer goed. Oh, dus dan waren er een mis bezig dan toen van boren waard? Nou, net niet geen mis, maar hij had het toch gehoord. Dus, maar het is allemaal goed gekomen. Maakt niet uit, hier bestoort de lust ook een pilsje. Hebben jullie zin om gezellig te gaan zuipen, lagen hier brullen en er schoolshows te kijken? Dan moeten ze bij Le Dynasty, John en Kees en er eigenaar van, in het stadstrotje, stadhuisstrotje, achter de Heikense Kerk. John, hartstikke bedankt. En tot ziens, hè? En tot ziens, hè? En lekker uitrusten, gewoon nog op vakantie? Nou, dat zal misschien eind september worden, want na de bouwvakvakantie willen we een schuifpui erin doen in de kroeg. Oh, maar draait gewoon deur? Draait gewoon door, het duurt 3 dagen ongeveer en dan is de verbouwing klaar. Nou, veel succes ermee. Okay. Echt waar, John van Le Dynasty. Stadhuisstraat, niet vergeten, meisje.